Opa, had jij moeilijke jeugd? Oh ja, er was een virus waardoor iedereen jaren binnenbleef. Oh nee, het coronavirus. Nee, Netflix. Ah, en bestond K3 al? Zeker, maar ze zaten nog maar aan hun 3e editie. Wauw, nu al aan hun 63ste. Man, ik mis die tijden wel. Ik heb jouw oma toen nog leren kennen op de echte, ouderwetse manier. Via Tinder. Zo romantisch. Net zoals in de sprookjes van Disney+. Plus, waren er eigenlijk al robots? Wauw, een pratende hond en een verschijning genaamd Niels de Stadsbader, maar voor de rest geen enkele. Mieters, maar je had wel als een coole iPhone, hè? Nee, dit was mijn iPhone. Huh? Met alleen dat je een 3D-printer. Klopt, maar ik kon er wel Brawl Stars mee spelen. Maar wat deden jullie dan zoal? Net zoals wij hele dagen afval sorteren aan de kust van Wallonië. Nee, veel beter. We maakten filmpjes op TikTok. Huh? Wat is TikTok? Pas op, dat is een gevaarlijke vraag, mijn jongen. Maar ik wil het weten. Je beseft niet wat je doet. Opa, alles oké? Wat gebeurt er? Helikopter!